We zijn hier op het Tilburg Fietsfestival en we vieren de verjaardag van de fiets. De fiets bestaat 200 jaar. Dat doen we op allerlei manieren vandaag. We brengen allemaal gave, bijzondere, vooral onverwachte dingen brengen we bij elkaar. En ook een boel spektakel. Ja, in Brabant wordt heel veel gefietst. We hebben een hele gave wielercultuur hier in Brabant. We houden van de fiets. En fietsen is toch ook echt wel een Nederlandse cultuur. En daar mogen we best wel wat trotser op zijn, want in andere landen hebben ze dat niet zo. 200 jaar geleden was er in Duitsland een man die verzon dat als je een sturend voorwiel had, dat je op een fiets kon rijden. Namelijk twee wielen. En niemand geloofde hem, maar hij bouwde zo'n fiets en hij kon erop in evenwicht blijven. De Hoge Bie is een van de hoogtepunten. Die heeft een heel groot voorwiel en daar werden ook echt races mee gereden. Dat kun je nu niet meer geloven als je zo'n ding ziet. Maar ik heb er hier een in mijn handen en ik kan er gewoon op rijden. We zijn vanmorgen om 9 uur vanuit Leidschendam zijn we hier naartoe gereden met twee antieke fietsen, die staan daar. En het is geweldig. Zoveel aandacht hebben we nog nooit gehad voor de oude fiets. Deze fiets heeft al een voorvering, een vroege voorvering. Heel simpel, met gewoon gebogen stangen die doorveren, zeg maar. Deze fiets heeft ook nog, wat in die tijd ook zeg maar, een noviteit was, holle velgen. Dat is tegenwoordig super modern, maar toen in 1890 hadden ze dat ook al. Wij streven naar nul verkeerszone, zoals je kan zien. En er gebeuren te veel ongelukken in het verkeer, mede door de smartphone, drank in het verkeer, drugs in het verkeer. En daarom proberen wij mensen hier alert te maken om de ogen goed op de weg te houden en de belofte te doen, zodat iedereen kan streven naar nul verkeersdoden in Brabant. We staan hier met de Velox. Dat is onze fiets en die bouwen we elk jaar met een team studenten van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. En daarmee proberen we het wereldrecord snel fietsen te halen. Deze heeft 125 km per uur gehaald, maar wij als team hebben het ooit nog sneller gedaan. Dus onze topsnelheid is 134 km per uur. En in dat jaar hebben we ook het wereldrecord verbroken. Ja, je zou het kunnen samenvatten als gezond, groen, gaan. Ik denk dat dat hetgeen is wat we hier aan het doen zijn. Duurzaamheid, groen, gezond, is goed voor je lijf fietsen. En gaan, dat is gewoon gaan met die banaan op de fiets. We zijn in Den Bosch tijdens de Bossenwaterweek en we kijken naar de Rubberbotenparty. Dat is eigenlijk een feest dat wij 3 jaar geleden begonnen zijn met organiseren om het water in de stad Den Bosch belangrijk te maken en meer mensen op een bootje te krijgen. Nou, je ziet dat dat werkt. Het lijkt eigenlijk bijna een soort carnaval op het water. Ik heb een knal! Kijk, we hebben allemaal wat bier meegenomen en het moet goed koud blijven. Maar je moet het ook snel op kunnen drinken. En het moet snel beschikbaar zijn. Dus daarom gaan we de boot aan elkaar knopen. Hebben we meer drijfvermogen, kunnen we meer bier meenemen. Wat hebben jullie allemaal bij je? Nou, van alles. Zwaard, wijn, drinken. Goed om lekker even te gaan varen hier. Ja. Jij plant om een ander schip te gaan enteren. Sowieso inderdaad. Dat is wel de bedoeling, hè? Dan komen er meer boten thuis dan we gaan. Ook goede voorbereiding, dus lekker wijn bij en ook lekker bier. Dus. En hoe doe je dat als je onderweg moet plassen? Ja, we hebben gehoord dat je ergens over een uur bij Bolwerk dat je nog even naar het toilet kunt. Dus laten we even hopen. We houden vaart. Ja, dankjewel.
Liggen jullie een beetje op koers? Ja, we gaan vrij hard. Het is een lekker weertje hier. En we vinden het leuk in het Zetorgenbos. Waarom kom je hier in godsnaam op een zaterdagmiddag een beetje in het water dobberen? Ja, we hebben hier een vriendenweekendje. En we dachten 3 weken geleden van we gaan gewoon naar Den Bosch. Het was het weer eerst een beetje slecht, maar nu is het fantastisch natuurlijk. Nou, het valt niet tegen. Iedereen die haakt allemaal af omdat het slecht weer zou worden. En wij dachten, we gaan gewoon. We hebben de poncho's bij in de tas. En het is eigenlijk best wel leuk, toch? We boffen ook enorm, want iedereen die had gekeken op Weer Online, zou het echt enorm gaan regenen. En nu in dit geval hadden we gewoon het geluk van, het bleef lekker droog en leuk die muziek zo overal aan de kade. Mensen die allemaal blij zijn. We hebben spontaan een hele groep boten die opeens samen gingen hangen. En dat iemand zei, oh weet je wat, mijn boot heeft een motor, dus ik vaar jullie wel een stukje verder. Geweldig, heel leuk. Mevrouw is in het water gevallen. Ja, ik heb het helaas niet gezien, maar ik hoor wel dat het heel grappig was. Oh ja, thanks. Zo, jullie hebben het gehaald. Ja, ik heb het gehaald. Oh, ik moet en nu? Plassen. We staan hier in Gemert op Kok Circuit, waar wij met klassieke historische motoren demo-wedstrijden geven voor mensen, voor het publiek. En we hebben fantastisch weer. Het zijn historische motoren die regelmatigheidsritten rijden. Dus ze rijden dus om constant de tijd. Het gaat echt niet om de snelheid, maar het gaat soms wel snel. Het is om de constantste tijd te rijden in de 12 minuten dat ze de gelegenheid hebben om hun rondjes te maken. Die oude motoren rijden hartstikke goed. Ja, het zijn de voorlopers van de nieuwe, maar het gaat hartstikke goed. Wij komen van het eiland Wieringen. Dat ligt dus bij de Waddenzee, bij de Amsterdijk. Dus dat is nog wel even een 2,5 uur rijden hier vandaan. Dus dan moet je het wel leuk vinden natuurlijk. Heel ontspannen. Het lijkt wel dat we gespannen zijn, maar dat is niet zo. We zijn redelijk ontspannen. Het gaat niet om de snelheid, het gaat om de regelmatigheid die we aan moeten rijden. Nou, dan kun je regelmatig hard rijden of regelmatig zacht rijden. Dus dat ligt er maar jezelf. Het is een BMW, dat is een 800 kubieke centimeter. Er is wel wat aan gebeurd natuurlijk om wat meer snelheid te krijgen, maar rijden we er allemaal mee. Wat mij hier brengt om hier naartoe te komen, sowieso het motorracen, de geur, het geluid, het totale plaatje eromheen. Ik ben echt een liefhebber, ja. We gaan altijd naar TT, naar motorsport evenementen. En dit is dan kleinschalig, maar is net zo mooi. Ja, een dame op een motor, ja. Dat klopt. Het is heel leuk. Ik doe het al vanaf kleins af aan op hele kleine motortjes. Samen met mijn opa die rijdt motor en mijn vader die rijdt motor. Dus ik ben eigenlijk aangestoken vanuit de familie. Dus elk weekend eigenlijk een feestje. Een mini vakantie eigenlijk, want wij met de caravan hier en dan slapen we. Elk weekend weer ergens anders. Ja, met een hele groep, een barbecue met z'n allen, we hebben feestjes met z'n allen. En ja, dit hoort er gewoon bij. Het is gewoon heel leuk als meisje ook. Ja, het geeft toch een beetje een kick. Het is toch wel iets leuks. Ja. We zijn nu met, ik denk, 5 meiden in de 50cc. 5 of 6. Ja, het is wel altijd van als je dan je helm op doet van wow, een meisje, maar. Brabant staat ook komend weekend bol van de activiteiten. Met door de hele provincie heen ook veel avond- en nachtactiviteiten. Van zaterdag op zondag tijdens Brabantnacht. Van avondsafari in de Beekse Bergen, stadswandelingen tot expedities in de Biesbos. In de cacaofabriek in Helmond is zondag de derde editie van het Urban Matters Hip Hop Festival. Met heel veel activiteiten en artiesten uit binnen- en buitenland. Hardlopen en fietsen in het land van Kuik komen de zondag tijdens de Raamvallei Duo Marathon. Tijdens het lopen en fietsen ook genieten van de sfeer en producten van de streek.
En op rivier de Dommel in Bokstel is zondagmiddag het Dommeltheater. Een creatieve vaartocht met de meest uiteenlopende drijvende creaties. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail ons dan evenementen@omroepbrabant.nl.